Welkom en dankjewel Nele voor de uitnodiging. We gaan het vandaag hebben over de voeding die binnen reuma wel effect kan hebben. Enerzijds in het opstoten van, maar ook in de preventie voor een stukje. En daarvoor gaan we het komend uurtje wel wat uittrekken. Stel uw vragen tussendoor of wacht misschien nog even. Misschien dat het wel ondertussen beantwoord gaat worden. Maar ik probeer ook tussenin wel wat te vragen of er al vragen zijn. En anders bekijken we dat aan het einde van dit uurtje ongeveer. Goed, wat gaan we doen vandaag? Ik ga me even kort voorstellen, zoals Nele ook al zei, want ik heb best een breder spectrum dan diëtiste alleen. En dat maakt ook dat ik voeding makkelijker kan koppelen aan reumatische klachten, reuma en vergelijkbare klachten. Dus we gaan even kijken wie dat ik ben en daarna gaan we kijken naar wat voeding kan betekenen binnen gezonde personen en van daaruit de zijstap maken naar mensen die reuma hebben of vergelijkbare reuma. Aandoeningen hebben. Goed, wie ben ik? Ik ben al bijna 20 jaar diëtiste. Ik ben na mijn afstuderen direct begonnen aan de Universiteit van Maastricht. Ik heb daar onderzoek gedaan op basis van hart- en vaatziekten. Zijn we een zevental jaar mee bezig geweest en dan ben ik in het ziekenhuis van Oost-Limburg, dat is in Genk, begonnen als klinisch diëtiste. En daar heb ik op de afdeling oncologie en geriatrie vooral gewerkt. En op dit moment werk ik daar nog steeds, maar ik ben net gestart als leefstijlcoach in het ziekenhuis. En dat gaat over de mensen met een niet-alcoholische leververvetting, waarbij we nu een groot onderzoek gaan doen. Dus ik zit terug in de wetenschap. We gaan een groot onderzoek doen naar wat leefstijlaanpassingen gaat doen op die vervette lever en welke verbeteringen dat algemeen in het leven van die mensen kan geven. Dus dat is heel interessant. Dat gaat ook hopelijk wat in beweging zetten naar bijvoorbeeld terugbetaling voor diëtisten in de toekomst, omdat op dit moment wij een niet terugbetaalde zorg zijn. Dus dat is wat ik na mijn universiteit heb gedaan in Maastricht. Ben ik in het ziekenhuis begonnen. Ik heb ondertussen mijn eigen praktijk halftijds lopen. En ik geef een heel klein beetje les aan de UCLL bij de afdeling verpleegkundeopleiding, waar dat ze ook een stukje over voeding meekrijgen. En dat stukje neem ik hier in Genk ook voor mijn rekening. Dat is op zich niet zo heel veel, maar wel een heel boeiend vakgebied, omdat verpleegkundigen toch wel de eerste schakels zijn in het ziekenhuis die te maken krijgen met de patiënt. Dus eigenlijk naar ons toe ook een belangrijke factor zijn in het doorspelen van informatie over eten en drinken. Dus vanaf nu inderdaad de leefstijlcoach in het ziekenhuis. En algemeen zijn dat de dingen waar ik veel mee bezig ben. Misschien daarbij nog even vertellen wat mij altijd heel erg geboeid heeft en waar ik ook al heel lang mee bezig ben, is met het stukje leefstijl, maar ook de somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten, de SOLK zoals we het afkorten. En daarbij zien we dat we op leefstijlgebied zowel in het westen, daar zijn we nu eigenlijk vooral mee bezig, maar in het oosten, de Chinese gezondheidszorg, die staat er veel verder in. Dus eigenlijk mijn voedingstherapie, mijn dieetkennis gaat breder als alleen het klassieke stuk. Daarbij heb ik ook de studies vanuit het oosten gedaan. En het mooie is dat we, wanneer we de twee werelden met elkaar gaan combineren, dat we echt wel tot verbeteringen kunnen komen, zelfs tot oplossingen kunnen komen. En die twee, dat maakt eigenlijk een mooie mix van mezelf als diëtist. Ik vind dat op zich een heel fijn, breed werkveld, waar ik mij ook heel erg blijf in verdiepen. En dat maakt me ook, of dat geeft mij ook het vertrouwen om vandaag ook om over reuma iets te gaan vertellen, omdat ik ook wel vanuit die verschillende hoeken kan kijken. En op die manier hoop ik jullie daar wat over bij te brengen. En dat jullie daar straks mogelijk wat andere kleine dingen in gaan kunnen aanpassen, wat mogelijk dan wat beterschap zou mogen geven. Dat is toch wat ik iedereen wel van harte gun om wat minder last te mogen hebben. Goed, genoeg over mezelf. We gaan het hebben over alles wat voeding rond reuma te maken heeft. En daarbij begin ik altijd bij het begin.
Sowieso wat men vanuit oogpunt, zeker vanuit Oosters oogpunt, gaat bekijken, het doel van voedingstherapie is in eerste instantie preventief gaan werken. We willen eigenlijk voorkomen dat iemand ziek wordt. En wanneer dat we de juiste dingen eten en drinken, is de kans op ziek worden ook zoveel kleiner. Er hangt veel meer vanaf, daar gaan we het zelfs ook nog over hebben. Dus soms gaan we zien dat we ook met voeding ook genezend of ondersteunend gaan kunnen werken. Wat bedoel ik nu met genezend? Bijvoorbeeld, we hebben een buikgriepje gehad. We weten ook, als je dan heel veel blijft eten, dan gaat die buikgriep niet beter. Dus wanneer dat we voeding gaan aanpassen, gaat voeding genezend werken op je buikgriep. Wat we bij uitbreiding ook wel zien, is wanneer dat mensen veel terugkerende ontstekingen hebben, waar dat reuma bijvoorbeeld ook zou kunnen ondervallen, wanneer dat er artritis vooral op de voorgrond treedt. Ook daar is iets waar dat we eigenlijk voor een stuk genezenden kunnen gaan werken. Omdat dat vaak dingen zijn die getriggerd worden door iets wat vanuit de voeding aanwezig is. En dat maakt het heel interessant in dit stuk. Daar gaan we het ook nog over hebben. In sommige gevallen kunnen we niet anders dan gewoon gaan ondersteunen. Dan krijgt men bijvoorbeeld basisadviezen en daarbij het zinnetje leer er maar mee leven. Dat is wanneer het wat beknopter is, hè. Denk bijvoorbeeld, jicht is zo eentje waarvan men zegt, die en die en die zaken, daar moeten we even mee opletten. En met andere zaken, ja, dan moet je maar een beetje onderzoeken. En voor de rest, ja, leer er maar mee leven. Dat is heel vaak wat mensen mij vertellen dat ze dan te horen krijgen bij de dokter. Dus rond dit concept gaan we vandaag eigenlijk wat meer diepgang geven, zeker binnen het reumatische stuk. Wil ik jullie daar wel wat meer uitleg rond geven hoe dat we daar met voeding mee aan de slag gaan kunnen. Oké, als je gaat kijken naar het reumatische stukje algemeen, wat men dan gaat zien is preventief werken, dat gaat. Maar dat is eigenlijk al niet meer lastig, want de meeste mensen die al in een vereniging zitten van reuma, die hebben waarschijnlijk al de diagnose gehad, veel klachten, weinig klachten. Dus preventief werken wanneer dat de diagnose gesteld is, is eigenlijk al moeilijker, al wat lastiger. Maar het kan wel heel boeiend zijn voor jonge mensen met reumatische aandoeningen die nog geen kinderen hebben. Want daarbij kunnen we wel preventief werken naar het nageslacht. Dus het is zeker mogelijk vanuit epigenetica, zoals we dat noemen, dat we van daaruit eigenlijk kunnen werken naar een beter systeem, waardoor de nakomelingen van mensen met reuma het wel beter kunnen doen dan de ouders of de lijnen in de familie. Dus er is zeker een groep die daar nog in ondersteund kan worden, waarbij dat we eigenlijk veel minder last zouden kunnen geven. Genezend werken binnen reumatische klachten, dat kan heel zeker nog wanneer dat we in een beginstadium zitten, wanneer de klachten eigenlijk nog vrij beperkt aanwezig zijn. En ja, dat is een beetje, ja, van persoon tot persoon afhankelijk. Dat kunnen we niet heel goed voorspellen. Maar ik heb zeker al mensen in de praktijk gehad waar we eigenlijk, ja, vrij goed erdoor gekomen zijn, omdat die eigenlijk algemeen geen klachten niet meer hebben. Of ja, een heel uitzonderlijk geval. Maar vaak kunnen we dat wel beter krijgen met voeding. In een gevorderd stadium, wanneer het er ook echt al, zeker bij artrose, als we daar naar gaan kijken, dan zijn er al echt vervormingen. Dan is dat lichaam al zodanig in reumatische staat dat wij eigenlijk niet anders kunnen als er wel voor zorgen van mogelijk die opstoten wat minder intens te maken. Dat we die tijd ertussen laten, dat het wat langer kan tussen dat er twee opstoten zijn, daar kunnen we wel nog op inzetten. Maar eens dat het al in een verder stadium zit, dan is voeding zeker nog wel een ding om naar te kijken. Maar het gaat dan eerder in de ondersteunende zin gaan werken. Wat voor velen ook al beterschap zou kunnen betekenen, mocht je in dat stuk al minder pijn mogen ervaren. Ook daar ga ik zelfs nog een hulpmiddel, een soort van handvat aan meegeven, hoe dat je eigenlijk je gezondheid daarmee gaat kunnen meten. Want op zich, dit zijn allemaal dingen waar dat is vrij subjectief natuurlijk. Iedereen ervaart zijn pijn ook anders in dat vlak. We kunnen met verschillende brillen gaan kijken naar gezondheid. En
Dat is ook een stukje wat met chronische aandoeningen soms ook nodig is. We kunnen gaan kijken vanuit de bril vanuit de ziekte. We gaan symptomen bestrijden. De ziekte staat centraal. Ja, je bent bij de reumatoloog, de reuma is er. Ja, we moeten kijken hoe dat we die symptomen kunnen bestrijden. Eigenlijk de meeste mensen hebben hierbij overwegend pijnmedicatie. Ik werk met één specialist samen die wel heel voedingsminded is en die zegt van hey, voor de mensen die ervoor openstaan, daar kunnen we wel echt mee werken en dan zien we ook echt wel dingen beter. Soms langzaam, bij andere mensen gaat dat wat sneller als we voeding aanpassen, maar degene die ervoor openstaan, zien we wel echt verbetering en dat is wel mooi om te zien. Dus die specialist zet zijn bril een beetje anders op, die pakt een holistischere kijk aan en die gaat eigenlijk ook meekijken naar wat is oorzaak, wat is gevolg, welke haalbaarheid in de therapie ziet die patiënt zelf zitten. Dus we gaan er eigenlijk meer kijken naar wat wil die persoon eigenlijk? Die heeft pijnklachten, maar wat vindt die persoon nu belangrijk in zijn dagelijkse leven? Dus we gaan hier eigenlijk meer kijken naar de persoon en minder naar de ziekte. Die ziekte die is er, maar die pakken we erbij en we gaan daar proberen rond te boetseren, zeg maar. Uiteindelijk, als we van hieruit gaan kijken, willen we eigenlijk de ziekte positiever gaan benaderen. En dat heeft zelfs een naam, dat noemt men positieve gezondheid. Er is een arts in Nederland die daar eigenlijk een heel stuk rond uitgewerkt heeft. En dat is Machteld Huber. Dat is een huisarts die een groot onderzoek opgezet heeft rond ziektebeleving. Zeker bij chronische ziekten zagen artsen op een gegeven moment ook wel van, ja kijk, als we hier gezondheid definiëren als zijnde de afwezigheid van elke mentale en fysieke klacht, ja, dan is hier niemand meer gezond. Dus hij heeft eigenlijk een groot onderzoek gevoerd om eens te gaan kijken naar verschillende domeinen waar dat zowel hulpverleners als hulpvragers antwoorden op mochten geven. En zo zijn ze eigenlijk gekomen tot een aantal domeinen. En wat zegt uiteindelijk deze onderzoeksgroep? Die zeggen eigenlijk dat positieve gezondheid meer gaat kijken naar het betekenisvolle leven van de mensen. Waarbij dat de nadruk vooral gaat liggen op hoe is die veerkracht bij iemand? Hoe kan die zijn eigen systeem gaan bepalen? Wat kan ik allemaal zelf doen om mijn dag zo goed mogelijk te maken? En welk aanpassingsvermogen heeft die persoon? Dus we gaan eerder daarop richten dan weliswaar naar de beperking of de ziekte zelf. Dus binnen reuma weten we ook dat dat best wel wat beperkingen kan geven. Maar daarmee hoeft iemand zich niet ongezond te voelen. En kunnen we ook werken aan een algemeen gezondere mindset, een gezonder gevoel van in het leven staan. Daar hebben ze dan eigenlijk zes domeinen aan gekoppeld. Dus we gaan eigenlijk niet alleen maar kijken naar uw ziekten op zich, maar we gaan eigenlijk ook kijken van hoe is het algemeen met u? Hoe is uw mentaal welbevinden? Heb jij zingeving in het leven? Is er kwaliteit van leven? Hoe staat jij ten opzichte van uw maatschappij rondom je sociaal leven, hoe kun je dagelijks functioneren? Dat zijn eigenlijk een aantal domeinen die men dan eigenlijk heeft bij elkaar genomen. En dat zijn eigenlijk onze grote basisvaken die de gezondheid van een persoon in kaart zullen brengen. En niet als zijnde, dit is reuma en daar hoort. En dan komen daar een aantal namen onder. Dat hoeft niet meer zo te zijn. We hebben nu een patiënt voor ons. En bij die patiënt, we zien in het domein van bijvoorbeeld lichaamsfuncties, dat is iemand die veel pijn heeft. Er is een diagnose van een reuma. Dus op die manier gaan we eerder kijken naar de mens als zijnde het centrale punt. En daar komen dingen in aangehaakt. En van daaruit kunnen we eens gaan kijken van hoe gezond kunt jij je voelen met de ziekte die je hebt. We koppelen daar wat cijfers aan. Dat is best wel een vragenlijst. We koppelen daar wat cijfers aan. En dan komt dat eigenlijk in een mooi spinnenweb tot uiting. En wat we dan gaan zien, bijvoorbeeld een ingevuld spinnenweb, wat we hier zien. De blauwe lijn is eigenlijk iets wat in het begin is ingevuld. Na een aantal maanden werd de lijst opnieuw afgenomen. Men ziet dat daar veranderingen in gebeuren. Na een aantal maanden komt de gele lijn. En dan zien we weer wat verbetering. En nog eens zoveel maanden later opnieuw de vragenlijst afgenomen. En dan zien we daarbij de rode lijn komen. En hierbij zie je dat er tussen de blauwe lijn en de rode lijn grote verschillen zijn. Dat wil niet zeggen dat iemand met bijvoorbeeld reumatische aandoening, dat die hierbij alleen maar op zijn eten heeft gelet.
Want als ik het er terug bij haal, alle criteria die hierbij horen. Als iemand heeft gezegd van, hey, maar weet je wat, dat eten, ik voel wel dat ik daar misschien iets mee kan doen, maar ik ben eigenlijk, ik heb er te weinig kennis van, weet je wat, ik ga me eerst eens wat verdiepen in de dingen die mogelijk zouden kunnen zijn en dan zal ik eens kijken of ik met voeding iets ga doen. Dus als we kijken naar het domein van dagelijks functioneren, zie je dat iemand is gaan kijken van, ik ga iets meer voor mezelf zorgen, ik ga kijken waar ik hulp kan gaan vragen rond dat thema, dus ik ga mijn kennis van gezondheid vergroten en dan zullen we eens kijken. Dus een bijscholing zoals deze kan eigenlijk achter een aantal maanden het gevolg hebben dat zowel lichaamsfuncties verbeteren, dat mentaal welbevinden verbetert, dat zingeving verbetert, dat we eigenlijk al die lijntjes mooi zien vooruitgaan. Dus het hoeft niet per se te zijn dat mensen echt moeten gaan bewegen of moeten eten. Het gaat er meer om, op welk domein zit jij op dit moment krachtig genoeg om ergens iets mee aan de gang te gaan? En dan zien we eigenlijk verbetering komen. Dus dat is een hele andere manier van benaderen. Als ik zo meteen zou gaan vertellen van jullie moeten dit eten, jullie mogen dat niet meer doen en dat mag ook niet meer en doe dat en dat maar, dat is heel lastig als je niet weet waarom dat het kan dienen. Dus eerst is het een beetje kijken waar wil ik aan werken en ik denk dat iedereen met hetzelfde doel hier zit. Ik wil graag wat meer kennis opdoen rond voeding hierbij. Ah wel, dan is het een mooi begin en dan kun je zelf kijken van wat kan ik hier op termijn mee doen. Dus dat is zeker iets om erbij te nemen als je vindt van, hey, kijk, ik voel me daarom niet per se ongezond. Ik wil wel wat verbeteren, maar ik wil niet omdat ik reuma heb, wil ik mij geen patiënt voelen. Ik wil mij wel een gezond persoon voelen, maar ik heb wel een aandoening. En dat kun je dan eigenlijk, die vragenlijst kun je dan ook voor jezelf invullen. Als je dat registreert, houdt je er ook bij. En dan kun je heel mooi je eigen lijntjes zien verbeteren na een aantal maanden. Dus ofwel via de website van positieve gezondheid, ofwel via de QR-code die je daar in beeld ziet. Dus dat zijn dingen die je eigenlijk als handvat kunt meenemen om voor jezelf eens te kijken van hoe is het eigenlijk met mij gesteld? Ik heb al reuma, maar ja, als ik zie dat mijn kwaliteit van leven algemeen goed is, dan kunt je de vraag stellen waar wil ik dan verder aan gaan werken? Welk domein zou ik willen verbeteren? En hoe zou ik daaraan kunnen beginnen? Dat is een beetje het idee hierachter, omdat ik het belangrijk vind dat mensen met chronische aandoening niet per se zieke mensen hoeven te zijn. En mensen voelen zich ook niet altijd ziek. Die hebben gewoon met momenten heel veel last. En soms zijn er maanden en een stuk altijd last. Maar dan alsnog kunnen ze op bepaalde andere zaken wel gaan inzetten waar ze wel iets meer controle over hebben. En dan heb je toch als persoon ook meer het gevoel dat je echt wel betekenis hebt in dat stuk. Dus een belangrijk stukje wat ik wel echt wilde delen, wat we binnen chronische ziekte wel eens toepassen. Dus dat als handvat om mee te geven in dat stukje. Dus het is oké als ik de dingen die ik er vandaag vertel over eten en drinken, dat morgen niet geïntegreerd is, dat hoeft ook helemaal niet. Maar het kan een opstapje zijn naar een verbetering in een van de dingen die je hier ziet staan. En ik denk dat het daar vooral over gaat. Dat je goed kunt voelen in de dag. Of zoveel mogelijk goede momenten mocht hebben. Goed, ik ga dan twee brillen combineren, zeg ik altijd. Hè. Dus als we het beste van de twee werelden bij elkaar leggen, dan kunnen we multifocaal gaan kijken, zeg ik altijd. Het is altijd handiger om één bril bij de hand te hebben en geen twee. Dus als we het op die manier kunnen doen, geeft dat wel wat meer gemak in het leven, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat het goed is dat we eerst even kijken naar hoe dat voeding invloed heeft op het normale functioneren en dat ik van daaruit de doorkoppeling maak naar hoe dat het binnen het reumatische geheel gaat zijn. Ook hier weer dat stukje preventief, genezend en ondersteunend. Hoe gaat dat nu in zijn werk in het normaal functioneren van een gezond iemand die geen aandoeningen heeft? En dat is belangrijk om te weten, omdat reuma ooit van ergens gekomen is. Dus vandaar dat ik dit wel echt wil uitleggen, zodat je makkelijker kunt nagaan van hey, waar kan ik op inpikken straks binnen het reumatische. Want dit is hoe dat een normaal lichaam werkt. In principe is het zo, wat ik al in het begin zei, preventief gezien hebben we voeding nodig. Waarom?
Het gaat ons energie geven, het gaat ons voedingsstoffen opleveren. En dat gaat maken dat wij eigenlijk gewoon kunnen functioneren op een dag. Dat gaat ook zorgen, als we iets eten of drinken, gaat ook invloed hebben op onze lichaamstemperatuur. We hebben 37 graden nodig. En dat is ook wat nodig is om elke cel goed te laten werken. Dus ook daarop heeft voeding een invloed. Als we die drie dan gaan combineren, energie, voedingsstoffen en de juiste temperatuur, dan kunnen we zorgen dat er een gezondheid is. Ik kan er straks nog wat meer voorbeelden over geven om het visueler te maken. Beginnen bij het begin. Maar dus ook hierbij, als we gaan zien dat we dat niet zo goed in de gaten gaan houden, het is net dan dat die ongemakken of klachten of aandoeningen kunnen gaan ontstaan. Dus hier zit eigenlijk een hele dunne grens tussen het gaat goed blijven gaan of het gaat een keer omslaan naar een andere kant. En als we in dat systeem blijven, dan kan dat wel omzetten naar iets wat langduriger van aard gaat worden of wat dieper in het lichaam gaat zitten, waar dat je nog langer last kunt hebben van zaken. Goed, beginnen bij het begin, zeg ik altijd. Energie en voedingsstoffen hebben we nodig om te leven. Hoe ziet dat eruit? We weten allemaal, calorieën hebben we nodig, maar we hebben ook voedingsstoffen nodig. Dus we kunnen wel een kilo suiker oplossen in water en we kunnen een kilo vet gaan opeten, boter gaan opeten, dan hebben we wel 2000 calorieën binnen of 1500 calorieën binnen, maar we gaan nog altijd geen voedingsstoffen hebben gehad. Dus heel belangrijk is hierbij dat uw calorieën ook wel heel veel voedingsstoffen bevatten. En voedingsstoffen, daarmee bedoel ik zowel eiwitten voor uw spieren, ik bedoel hiermee vitamine, mineralen, voldoende vocht. Ook dat moet eigenlijk allemaal in die calorieën zitten. En het is het geheel van die twee dat maakt dat uw lichaam eigenlijk de juiste zaken binnenkrijgt. Om dat een beetje visueler te maken, vertaal ik dit wel eens naar een auto. Een auto die moet je, als je ermee wilt gaan rijden, gaat je moeten tanken. Zonder benzine gaat je nergens geraken. Het is ook zo, wanneer dat je wilt gaan tanken, gaat je ook kijken van oké, wat heeft mijn auto nodig? Is dat een auto die op benzine rijdt? Is dat een auto die op diesel rijdt? Is dat een auto die op gas rijdt? Of tegenwoordig de elektriciteit of gas? Er zijn zoveel mogelijke manieren om een auto te doen laten rijden, maar het is wel belangrijk dat op het moment dat je gaat tanken, dat je wel de juiste dingen erin steekt. Anders gaat hem sputteren na 500 meter en ja, het kan zelfs kapot gaan. Daarnaast, stel, we moeten benzine tanken. Aan de pomp kunnen we al zien, we hebben een 95 en we hebben een 98. Dus hoe zuiverder de benzine is, hoe langer dat de filters zullen meegaan. Wat garagisten wel eens zeggen, tank zo zuiver mogelijk. Want anders, die filters, je staat hier elke 6 maanden terug met vuile filters. En ja, dat mag, hè. Commercieel gezien voor hun goed idee. Maar uw auto die leidt daar gewoon veel meer onder, omdat de benzine onzuiverder is. Wanneer dat we naar een 95 gaan bijvoorbeeld. Zo ook met voeding. Dit is eigenlijk exact hetzelfde principe. Dus als ik het hierbij moet vergelijken, zeg ik altijd, je moet tanken, dus eten moet je toch. Kies dan de dingen die je lichaam kan gebruiken en die daar ook zeker beter van blijft, die daar eigenlijk niet gaat tegensputteren, zodat eigenlijk ook je filters niet vervuild gaan geraken. Dus je wilt eigenlijk ook zo zuiver mogelijk gaan eten. Dus dat is een beetje de mix die ik hiermee ga maken. Uiteindelijk, als je het op die manier vertaalt, is wat ik net zei. Dus uiteindelijk, elke cel heeft een specifieke behoefte. Een hersencel heeft een andere behoefte van vitamine en mineralen dan dat een huidcel heeft, of dat een darmcel heeft, of een spiercel heeft. Maar allen, voor je allen geldt, ze hebben 37 graden nodig, ze hebben vocht nodig en ze hebben hun specifieke voedingsstoffen nodig. Dat is wat ze willen hebben. En als we dan gaan kijken naar hetgeen dat het allergrootste verwerkend orgaan in ons lichaam is, dat zijn onze darmen. Dus uiteindelijk, dat is ook de basis waar we naar gaan moeten gaan kijken. Uiteindelijk, die darmen die gaan ervoor zorgen dat hetgeen dat we opgegeten hebben, gaat verkleind worden. En van daaruit zijn er eigenlijk grote systemen die gaan maken dat voedingsstoffen in onze bloedbaan gaan komen, die naar onze spieren kunnen gaan, dat voedingsstoffen naar onze hersenen kunnen gaan, of naar onze ogen om te kijken, naar onze gewrichten om goed te kunnen plooien en buigen. Vanuit het darmstelsel gebeurt eigenlijk zo wat alles. En daarvoor hebben wij een, zoals wij dat noemen, een microbioom, dat is onze darmflora. Wat doet dat eigenlijk?
Dat microbiom dat gaat er eigenlijk voor zorgen dat we algemeen een goede darmfunctie hebben, dat wij vlot naar het toilet kunnen, maar ook dat wij een goede opname van nutriënten, van voedingsstoffen gaan hebben. En uiteindelijk belangrijk is dat de afvalstoffen of de stoffen waar dat we niks mee kunnen die we uit voeding hebben gehaald, dan is het belangrijk dat die ook zo snel mogelijk het lichaam kunnen verlaten. En het is eigenlijk die darmflora wat ervoor zorgt dat die stoffen waar we niks mee kunnen, wel of niet gaan binnendringen in onze bloedbaan, dat die via de lever weer vervoerd gaan worden, of dat die rechtstreeks naar de stoel gaan kunnen en zo het lichaam kunnen verlaten. En natuurlijk, de kortste weg hebben we het liefste, maar dan moeten die darm natuurlijk wel efficiënt en goed kunnen werken daardoor. We zien ook heel veel linken met tussen de darmgezondheid en het lichamelijk welzijn, het mentaal welzijn. En als ik dan terugkom op ons spinnenweb van net, van de positieve gezondheid, daar worden al heel wat domeinen die lichamelijk en mentaal welzijn eigenlijk bevraagd hebben. Dus als we daarnaar gaan kijken, gaan we heel wel weer zien dat eten sowieso een grote invloed gaat hebben op het hele systeem van hoe gezond voelt je je als persoon. Dus dat zijn twee dingen die wel heel erg met elkaar gelinkt zijn. Er worden ook steeds meer studies rond gedaan en het wordt steeds meer geïntegreerd in de gezondheidszorg. Dus dat is wel iets wat waar nog veel in te ontdekken valt, maar waar we ook al heel wat dingen in weten. Dus eigenlijk wat men dan zegt, om dat darmstelsel zo goed mogelijk te houden, hè, we willen eigenlijk dat die auto goed gaat bollen. Hoe gaan we dat dan doen? We willen eigenlijk een goede gevarieerde voeding hebben, die ook nog eens gezond is. En gezond bedoelen we dan ook die alle voedingsstoffen kan aanleveren waar we iets mee kunnen. We willen graag dat er voldoende beweging is en we willen ook dat er een goede slaaphygiëne is. En dat is belangrijk omdat het nodig is om eigenlijk alles goed te kunnen doen circuleren, maar ook om systemen die voor u gewerkt hebben, dat die ook de rust kunnen vinden om nadien weer terug voor u te kunnen gaan werken. Dus dat is een combinatie binnen leefstijlfactoren die men hier samenkoppelt om van daaruit een verbetering te krijgen. Dat is eigenlijk hoe dat men vanuit het Westen redeneert. En natuurlijk haal ik dan mijn bril van de andere kant van de wereld erbij en zeg ik van ja, dat is allemaal waar, gevarieerd aan gezonde voeding. Maar het moet ook verteerbaar zijn. Dus ik zet er altijd nog iets bij. Het moet ook verteerbaar zijn. Want als het niet verteerbaar is, dan kunnen we met gezonde voeding heel veel willen. Maar als uw darmen dat niet kunnen verwerken, dan hebben we er eigenlijk helemaal niks aan. Daar ga ik zelfs wel wat voorbeelden van geven. Bedoeling is dat de verhouding bijvoorbeeld, de verhouding tussen rauw voedsel en bereid voedsel, dat in evenwicht is. Wat we hier in het Westen vaak zien, is dat mensen makkelijker eens wat te zwaar worden en vanuit dieetprincipes willen gaan vermageren en dan eigenlijk heel veel rauwe groenten gaan eten. Salades, een rauwe wortel, een stuk komkommer. En dan is het winter en uiteindelijk mensen kunnen op dat moment ook niet goed dat verteren. Dus we zien dat er eigenlijk een te veel aan grove vezels binnenkomt en dat is zwaar voor het lichaam om te verteren. Daar ga ik straks ook nog wel wat meer over zeggen. Het seizoensgebonden stuk. Ja, wat ik net ook eigenlijk al een beetje vertelde, is dat slaan we ook al een beetje over. Dat we een salade eten in de zomer, dat is oké, okay, want de buitentemperatuur is dan ook acceptabel om wat meer rauw te kunnen eten. In de wintermaanden, bij voorkeur, gaan we daar een groentepuree geven of meer soepen gaan eten. Wat men in de adviezen rond een goede darmwerking ook adviseert, is traditioneel koken. En dat klinkt een beetje vaag allemaal, traditioneel koken. Maar een heel mooi voorbeeld is het gemak van het Westen. En dat is de havermout met de melk in de microgolf. En we zijn gezond aan het eten. Ja, tuurlijk. Ik ga geen niet discussiëren. Havermout is een gezond ontbijt. Maar die vezels in havermout, die hebben echt wel een kookproces nodig. Dat is zoals rijst. Dan gaan we echt moeten koken op het vuur, zoals we dat vroeger deden, traditioneel. En als je dan met die nog een keer wilt opwarmen, omdat je het voorbereid hebt, dan wilt opwarmen, dat is een ander verhaal. Maar de initiële bereidingswijzes worden wel eens wat naast ons neergelegd. En dan zien we eigenlijk dat we het kookvuur wat negeren, de oven wat negeren, maar meer de microgolf erbij gaan halen. En dat zijn zaken die helpen om voeding algemeen verteerbaarder te maken. En dan kunnen we er iets mee. Want uiteindelijk zoveel rauwe groenten gaan eten,
Maar onze darmcellen krijgen het allemaal niet kapot gemaakt en krijgen daar de vitamine niet uitgehaald. Ja, dan hebben we heel veel gezonde voeding gegeten, maar die vitamine die gaan gewoon straks met de stoelgang mee weg. Want het lichaam is niet in staat om het helemaal uit te pakken en op te nemen. Dat is een beetje het idee daarachter. Ja, dus uiteindelijk, dat zijn de voedingsstoffen en de calorieën die nodig zijn. En op die manier krijg je die binnen. Een tweede punt, dat brengt me eigenlijk al, ik heb het al een beetje verklapt, zeg maar. Maar wat we eigenlijk zien is dat de lichaamstemperatuur hier ook een invloed op gaat hebben. We hebben eigenlijk liefst 37 graden, 0,0. Ik ben er heel specifiek in. Waarom? Omdat we wel eens gemakkelijk zien dat mensen altijd 36,5 hebben of 36,6 of 36,3. Mensen zeggen ook wel eens, oh ja, maar ja, als ik 37 graden heb, dan heb ik koorts. Dan ben ik al echt ziek, want dan voel ik het verschil al. Terwijl dat eigenlijk net de temperatuur is dat echt elke cel nodig heeft om goed voor u te kunnen werken. Dus in dat opzicht, dat is een stukje dat eigenlijk hier in het Westen niet meegenomen wordt in het hele stuk rond voedingsadviezen. Men vergeet een beetje dat voeding thermische eigenschappen heeft. Ik ga dat meer uitleggen. De buitentemperatuur is een heel belangrijk verschil. Hier bij ons in België is het op dit moment frisser dan dat het vorige week was. Dus dat betekent dat we op een andere manier moeten eten dan dat wij in de zomer zouden gegeten hebben. Vandaag ijsjes eten, dat gaat een ander gevoel geven aan je lichaam dan in de zomer met 30 graden ijsjes eten. Als wij buiten met 10 graden iets heel koud gaan eten, gaan we ook veel langer en intensere kou voelen dan dat wanneer dat we dat gaan doen wanneer het buiten 30 graden is. Dus in dat opzicht is het eigenlijk al heel interessant om eens te gaan kijken wat doet de buitentemperatuur met onze lichaamstemperatuur en wat gaan we dan doen met voeding en wanneer gaan we welke keuzes maken. Want uiteindelijk, de temperatuur van voedsel gaat ook een impact hebben. Als het buiten koud is en we gaan nu een yoghurt met de diepvriesbesjes klaarmaken, dan gaan we eigenlijk onze lichaamstemperatuur, we moeten al vechten tegen de kou van buiten, en dan gaan we ook nog eens met koude yoghurt na een koude nacht proberen daarmee een goed ontbijt te starten. We gaan niet discussiëren over gezonde voeding, want een yoghurt met fruit en muesli in de ochtend, dat is op zich zijn dan gezonde dingen. Maar je lichaamstemperatuur kan niet op temperatuur komen, want het is koud. Waarbij als we 's morgens een warme gekookte havermout zouden eten, dan ga je merken dat je een heel ander begin van de dag gaat hebben. Je gaat ook meer energie overhouden. Dus de temperatuur van voedsel, effectief een warme soep of een warme havermout ten opzichte van een koude yoghurt of een koude salade eten, en dat dan nog eens gekaderd binnen de buitentemperatuur, dat gaat heel veel doen met je lichaam. En die 37 graden, hij blijft belangrijk, want alle cellen werken het beste bij 37 graden, ook je darmcellen. En dan het stukje waar dat er in het Westen nog iets te weinig aandacht aan gegeven wordt, en dat is eigenlijk het grootste verschil, denk ik, met de dieetleer die men vanuit het Oosten voert. Maar ik denk zelfs, de literatuur die ik lees vanuit Denemarken, Scandinavische landen, die zijn daar ook iets meer mee bezig. Maar de thermische eigenschap van voedsel is ook heel belangrijk. En wat bedoel ik daarmee? Ik heb hier een afbeelding gezet van pepertjes en een afbeelding gezet van citroen en munt. Pepers, als je dat op kapot bijt in je mond, je gaat direct een vuur en vlam staan. Want dat gaat direct heel veel warmte geven. Munt en citroen, dat gaat een heel fris gevoel geven. En zo heeft elk voedingsmiddel heeft zo zijn thermische eigenschap. De ene al wat uitgesprokener dan de andere. Maar dit zijn wel elementen die van belang zijn. Want als we straks een gezond lichaam willen houden en we willen 37 graden elke keer terug kunnen volhouden, dan gaan we daar toch ergens in moeten gaan kijken van, ah ja, maar ja, wat doe ik hier nu eigenlijk elke dag? Hè, als ik inderdaad veel koud voedsel binnenkrijg, welk effect zou dat dan hebben op mijn lichaam? Want een spiercel heeft het graag 37 graden, maar als mijn spier in mijn been te koud wordt, dan trekt die wel een kramp. Dus ja, misschien moet ik daar toch eens even over nadenken. Wat ben ik aan het doen en waar kan ik eigenlijk kleine veranderingen desnoods al in aanbrengen? Dus dat maakt het zometeen nog wel interessant om daar tot een geheel te komen.
Dus vorig al zei, die 37 graden, dat willen we zo constant en zo exact mogelijk hebben. Dat geeft een goede celwerking en dat geeft ons een heel gelukkig microbioom. En algemeen een fijn aanvoelen. Want uiteindelijk, als we het te koud hebben, gaan we heel gemakkelijk, ik ga het even overdrijven, gaan we heel gemakkelijk ons samenspannen, samentrekken. Maar dat geeft natuurlijk heel veel klachten, want je gaat je spieren bij elkaar trekken. En eigenlijk, we zijn veel ontspannender als het warm is. Ook weer niet te warm, want dan gaan we te veel hangen. Dan ga ik even doorhangen. Maar dat zijn de zaken die eigenlijk je lichaam wel gaat ervaren. En voeding is daar een hele grote speler in. Want dat is iets wat je elke dag doet natuurlijk. Je kunt dat zien aan je stoelgang en aan je urine. Hoe dat het in de binnenkant gesteld is. Mensen die vaak naar het groot toilet moeten. Dus een frequentie vaak naar het groot toilet of een frequentie vaak moeten gaan plassen. En het is allemaal wat dunner en wat bleker van aard. Dan wil dat zeggen dat het eigenlijk wat fris is aan de binnenkant. Wanneer dat het diarreeachtig is of wat plattere stoelgang of van die lossere stukken met echt nog detecteerbare voedingsmiddelen in, dan is het eigenlijk wel aan de frisse kant. En we weten ook wanneer het geconstipeerd geraken en het zijn echt bolletjes of dergelijke, dan is er te weinig vocht. Dus dat betekent, er is veel te veel warmte wat alle vochten doet verdampen, waardoor dat stoelgang gaat uitdrogen. En dan hebben we eigenlijk nog een soort van constipatie die eigenlijk op de spiercellen eigenlijk terug te projecteren valt. In de zin van, de spieren zijn niet warm genoeg om die contractie te maken om te kunnen gaan ontlasten. Dan kan het zijn dat de ontlasting wel normaal is, maar dat die spiercellen niet de kracht vinden, niet genoeg warm gelopen zijn om goed die beweging te maken, zodat de stoelgang effectief het lichaam kan verlaten. Bij de urine kunnen we het ook zien. Hoe bleker de urine, hoe meer koude er aanwezig is in het interne systeem, hoe donkerder die is, hoe meer hitte dat er is. En natuurlijk hoe meer warmte. Vaak mensen die in een acute opstoot zitten met echt ontstekingsmarkers, die gaan vaak zien dat ze eerder naar constipatie gaan of eerder naar geconcentreerdere urine zullen gaan. Dit zijn gewoon een aantal handvaten om eigenlijk bij jezelf een beetje te kunnen detecteren van hey, wat is hier nu aan het gebeuren aan de binnenkant van of ik merk eigenlijk van ben weer veel aan het plassen. Misschien moet ik iets warmer gaan drinken of iets warmer gaan eten en dan ga ik daar weer wat minder last van hebben. Dat zijn eigenlijk gewoon wat handvaten om bij jezelf een beetje te detecteren zonder dat je de thermometer nodig hebt. Wat is dat hier nu aan de binnenkant met mij aan het doen? Uiteindelijk, we gaan dan die zaken allemaal samenleggen. De juiste hoeveelheid brandstof, de juiste hoeveelheid voedingsstof. En dan nog eens met een goede temperatuur. En dan krijgen we uiteindelijk op zich een goede gezondheid of alles wat nodig is. Dan kom ik eigenlijk terug op mijn plaatje van zo net. Eigenlijk moeten we ervoor zorgen dat de juiste dingen kunnen binnenkomen. Dat we dan ook nog de juiste brandstof kiezen. Maar dat we ook ervoor zorgen dat die zo zuiver mogelijk is. Dat onze filters niet vervuild geraken. Dus dat is eigenlijk hiermee het stukje wat ik wil vertellen rond wat nodig is om een lichaam, een normaal lichaam, goed te laten functioneren. Zijn er tot hiertoe al vragen over? Want anders ga ik door naar het stukje rond de reumatische aandoeningen. Er is er eentje binnengekomen. Zeg maar. Is het misschien interessant om het straks te hebben over de koude therapie van Wim Hof? Als middel om auto-immuunziektes te regelen. Ja, kan ik zeker iets over vertellen. Ga je dat vasthouden voor zo meteen of ga je er meteen op in? Ja, nee, ik ga dat misschien even vasthouden voor zo meteen, omdat dat dan iets meer verklaring gaat geven over de dingen die zo meteen nog gaan komen. Oké, prima. Mooie vraag, maar we gaan hem inderdaad straks centraal nemen als ook een stukje rond reumatische aandoeningen gezegd is. Oké. Als dat goed is, ja. Prima. Voor de rest geen andere zaken, dan gaan we door, hè? Ja. Alright. Goed. Binnen het reumatische stukje gekeken, het preventieve stuk laat ik even los, maar heeft zeker zijn waarde binnen het nakomenschap bij mensen die, jonge mensen die reuma hebben of vastgesteld hebben. Er zijn zeker nog zaken mogelijk om naar geboortes die nog volgen, dingen te verbeteren of het zo beperkt mogelijk te houden. Maar we gaan ons nu even concentreren op het stukje in wat kunnen we oplossen, in tussen aanhalingstekens, en wat kunnen we verder ondersteunen. Ik denk dat dat misschien wel handig is in het stukje bij reumatische aandoeningen, gezien we net hebben gehad over wat het eigenlijk allemaal doet.
Algemeen gezien, als ik kijk naar reuma en reumatische aandoeningen, is dat eigenlijk wat ik noem een koude aandoening. Dat wil zeggen, dat is niet van een keer wat te fris gehaald hebben, dat is langdurig in een net iets te lage temperatuur gewerkt te hebben, geboren uit een lijn van familie waar dat ook al was, dus dat je genetisch al een stukje mee hebt gekregen, waarbij dat het systematisch zo wat gebleven is. Dan hebben we dat stukje, het genetische stukje, en als we daarop voeding koppelen die daar niet op aansluit, dan gaan we ook steeds vroeger op leeftijd last krijgen van die klacht, waarbij dat een voorouder, een ouder, een grootouder of nog iemand daarvoor, pas op veel latere leeftijd die klacht heeft ontwikkeld. Daarmee kinderen met reuma op dit moment, dat is voor mij geen vreemd gegeven, net omdat vanuit ouderlijke lijnen hogerop, dat daar ook het stukje mee doorgegeven is, waardoor dat systeempje ook weer wat zwakker geboren is, wat frisser geboren is. En van daaruit dan ook vaak niet de juiste voeding in ondersteunt. En dan zie je dat het eigenlijk veel sneller tot uiting gaat komen. Hoe kunnen we dan die ontstekingen verklaren? Dan wil ik het even hebben over gaan ze naar buiten in de wintermaanden zonder handschoenen wandelen of fietsen en kom dan een keer terug binnen. Dan gaat je zien dat op een gegeven moment handen heel rood kunnen worden en heel erg kunnen gaan kloppen en heel erg kunnen gaan pijn doen. En dan gaat eigenlijk echt de doorstroming weer op gang komen, er komt weer warmte en het is net dat principe dat eigenlijk terug gaat pijn doen. Dus men ziet soms wanneer dat mensen te snel, te warm beginnen te eten en te drinken, dat het terug even een opstoot gaat geven, dat het even klachten gaat geven. Dus heel belangrijk is, wanneer dat je in een reumatische aandoening zit, dat je niet ineens met de hopen gember gaat beginnen en met de hopen pepers gaat beginnen, want dan gaat je zien dat dat soms wel dingen kan uitlokken. Dus het is eigenlijk heel geleidelijk aan daarin, opklimmen, zeg maar, totdat er beterschap is. En er gaat toch nog opstoten geven ook, hè, sowieso. Waar ligt de focus dan eigenlijk? Hoe verwerkt jij voedsel? Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. En dan kun je eens nagaan, hoe is mijn spijsvertering algemeen? Heb ik makkelijk maaglast? Heb ik makkelijk buikpijn? Heb ik makkelijk diarree of toch plattere stoelgang? Daarnaast, de temperatuur is een heel belangrijk stukje om over te gaan nadenken. En dan de puurheid van voedsel, dat is er ook eentje om mee te nemen. Dus daar gaan we nu deze drie dingetjes gaan we even onder het vergrootglas houden. En eens kijken wat dat je daar qua reumatische aandoeningen nog mee kunt. Of waar dat mogelijkheden liggen. Als we gaan kijken naar voedselverwerking. Hè, heel vaak merk ik wel dat er een overvloed aan afvalstoffen aanwezig is. En hoe weten we dat? Even los van dat het zich concentreert rond de gewrichten. Maar wat je ook vaak ziet, is dat mensen makkelijker hoofdpijn hebben, makkelijker vermoeid zijn. Dat is eigenlijk de lever die vol zit, die eigenlijk heel veel te verwerken heeft, maar die dat gewoon niet wegkrijgt. En wanneer dat begint te circuleren, de eerste zaken waar dat je tegenaan loopt in een circulatie, dat zijn eigenlijk grote stations en schakel momenten in het lichaam. Dus eigenlijk, ik wijs nu al direct naar mijn schouder, omdat dat de eerste is naar boven toe. Dus dat is degene die makkelijk kan gaan pijn doen, omdat dat het eerste stuk is waarbij dat we via de lymfeklieren willen gaan afvoeren. En omdat hier een groot station is, dat moet bewegen, plooien en buigen. Dus daar kun je wel wat hinder gaan ondervinden. En daar kunnen we een soort van minimale slijmen, zeg maar, geconcentreerd, die zich daar een beetje gaan afzetten en een soort van verkalking kunnen geven, waardoor dat je eigenlijk moeilijkere gewrichten hebt. Ik wijs direct naar de schouders, omdat dat het eerste gewricht is dat je tegenkomt als we naar boven gaan. Het eerste gewricht dat je tegenkomt als we naar beneden gaan, zijn de heupen. Dus ook daar zijn zaken waar mensen ook wel best wel last van hebben. Is dat station al gepasseerd, dan zie je dat de eerstvolgende stations ellebogen en knieën gaan zijn, polsen en enkels. En op een gegeven moment zit het overal. Dat is een beetje hoe dat het gaat. Waar ik het wel eens mee vergelijk met die verteerbaarheid van voedsel, dat is
ja, heel eenvoudig de compost, het stukje van composteren, composthoop. We gaan verse materialen erop leggen. We gaan dat met de juiste hoeveelheid zuurstof gaan bewerken door er eens met een riek in te kunnen gaan, waardoor dat eigenlijk goed kan beginnen verwerken, dat het kan afbreken, composteren. En op een gegeven moment kom je tot aan een gewone compostvorm. En dat kunnen we zelfs weer terug in onze groentetuin gooien. Dat gaat onze voedingsstoffen teruggeven. Maar wanneer het koud is, gaat de eerste bak waar het verse materiaal in ligt, dat gaat niet veel doen. We gaan er toch iets van warmte moeten creëren om daar een soort van compostproces op gang te zetten. Dus dat is een heel belangrijk stukje in ons systeem. Hoe ziet het er dat intern bij ons uit? Hè? Omdat even, ik probeer heel veel dingen visueel te maken. Hoe ziet het er intern uit? Eigenlijk een darmcel, dat is eigenlijk een celletje die eigenlijk heel veel borstels heeft. Heel veel borstels met de spijsverteringsenzymen erop. En hoe dikker de borstel is en hoe meer enzymen dat er zijn, hoe makkelijker die de juiste voedingsstoffen kan eruit halen en laten doorstromen naar de bloedbaan. En hoe makkelijker die de slechte stoffen kan wegborstelen richting de stoelgang en dat die zo het lichaam kan verlaten. Wat we gaan zien is, wanneer een darmcel zich niet lekker voelt, dat die borstels aan het uitdunnen zijn, een pak minder spijsverteringsenzymen hebben. En wat we dan ook gaan zien is dat stukje van afvalstoffen, dat die ook makkelijker in de bloedbaan kunnen geraken. En als dat in de bloedbaan terechtkomt, is dat vreemd materiaal. Het lichaam maakt ontsteking aan, iets meer slijmvorming. Je moet wel langs die gewrichten. Wat je dan gaat zien is een lever die te veel werk gaat hebben en van daaruit ook weer ja, allemaal organen gaat ambeteren. Dat is eigenlijk een langdurig systeem en een langwerkend systeem waar dat het lichaam wel wat tegenaan loopt. Dus dat is het verschil tussen de gezonde darmcel en degene die zich eigenlijk iets minder goed voelt. En hoe komen we nu aan zo'n ziekere of zo'n een uitgeputte darmcel, misschien moet ik hem zo noemen. Verschillende factoren. Overvoeding, zwaar verteerbare voeding, die onzuiverheden in de voeding, maar ook medicatie, er is ook een genetische belasting, er is ouderdom. Dat zijn allemaal zaken die invloed hebben op die borstels, op die darmcellen. Als we gaan kijken naar overvoeding. Overvoeding wil gewoon zeggen te veel eten of onregelmatig eten en dan van alles willen eten. De zwaar verteerbare voeding heb ik het net al een stukje over gehad. Hè. Als er vaak is de verhouding tussen rauwe groenten en gekookte groenten niet zo heel goed. Maar ik ga daar zo meteen nog. Ik heb daar wel een dia van gemaakt waarbij ik het nog allemaal goed overloop. Dat ga ik zelfs nog op terugkomen. Onzuiverheden in de voeding. Denk maar aan alle enemers die erin zitten. Denk maar aan alles wat er kant-en-klaar gekocht wordt, wat er afgehaald wordt, alcohol. Dat zijn allemaal zaken die je lichaam eigenlijk, die kan daar niks mee. Dus je geeft dingen aan je systeem, maar die kan daar niks mee. Dus hoe minder, kunnen we ook niet allemaal vermijden. Hè. We hebben niet allemaal de groenten in onze tuin, laat staan de tijd om daar iets mee te gaan doen. Maar hoe minder dat we van zaken binnenkrijgen waar we niks mee kunnen, hoe beter, want je lichaam moet het dan ook niet verwerken. Binnen reuma en reumatische aandoeningen is het heel interessant om eens te kijken naar medicatie en wat moeten we daarmee? Hè? Want maagbescherming en ontstekingsremmers, dat zijn heel vaak gekoppeld aan elkaar. Wat nodig is, want bij pijn en wanneer een opstel is, is er een ontsteking, is die ontstekingsremmer ook nodig. Die doet wat die moet doen, maar die koelt ook heel erg je lichaamstemperatuur. Wat op dat moment van ontsteking zeker nodig is. Maar als we voeding niet aanpassen, dan gaan we ook systematisch die lichaamstemperatuur koeler houden, nog koeler maken. Die maag komt meer in spasme, omdat die krijgt allemaal niet meer, die is niet warm genoeg, die krijgt haar voedsel niet meer verteerd, gaat meer maagzuur aanmaken om toch te proberen tot die vertering te komen. Ja, dat is te veel maagzuur, oprispingen, krijgen we een maagtabletje, maar ja, de maagzuur hebben we ook nodig om voeding te gaan verteren. Dus we zitten in een cirkel op een gegeven moment waarbij het heel lastig wordt. En dan AB staat voor antibiotica. Dan gaat sowieso die borstels van die darmcellen afbreken. Dan moeten we eigenlijk ook proberen te vermijden, maar dat is ook niet altijd mogelijk. En goed dat het ook bestaat. Maar dan is het wel goed om daar misschien achteraf de voeding wel een beetje op aan te passen, in de zin van terug wat probiotica te geven.
Ik denk genetische belasting en ouderdom, hoef ik niet uit te leggen. Dat is iets wat met het lichaam meegaat. Dat was gratis en voor niks erbij geleverd, zeg ik wel. Dat is het all-in pakketje. Je krijgt de zaken mee van je ouders en van je voorouders. Hoort erbij. Het is maar hoe dat je ermee omgaat in je eigen regie, in hetgeen dat je zelf kunt. En ouder worden, ja, ouderdom, dat. Binnen de wetenschap staat ouder worden ook in relatie tot hoe goed blijft uw darmsysteem. Want hoe beter uw spijsvertering is, hoe minder afbraak van systemen dat je gaat krijgen. Dus uw gezond ouder worden is ook heel erg afhankelijk van hoe goed is uw spijsvertering doorheen het leven. Daar zijn ook heel wat studies rond geschreven, maar dat gaat ons te ver brengen. Ik vind dat wel heel boeiend. Nu, uiteindelijk, ik heb het hier omkaderd, hè, over voeding, zwaar verteerbare voeding en onzuiverheden in de voeding. Ja, eten en drinken doen we elke dag, hè. Dus dit zijn wel zaken waar dat je wel controle over kunt hebben. En misschien kun je niet alles ineens aanpassen en misschien moet dat ook nu niet direct. Maar is het wel als een bewustwording van, hé, maar ja, inderdaad, waar kan ik misschien wel iets mee gaan doen? En hoe zou ik dat dan kunnen doen, willen doen in de toekomst? Maar dit zijn de zaken wat heel vaak samenhangen met het meer voorkomen van pijnen in de dag. Het sneller doen terugkomen van opstoten. De intensiteit van een opstoot. Dat zijn toch echt wel zaken die hier wel mee in verhouding staan. Zit hem soms echt maar in hele kleine dingen. Ik ga zo meteen de voorbeelden eens laten zien, hè. Wat is nu zwaar verteerbare voeding bijvoorbeeld? Als we gaan kijken naar mensen die veel zuivel gebruiken, hè, veel zuivel bedoel ik dan, grote eiwitmoleculen die in koemelk en in gluten zitten. Dus als we eigenlijk veel kaas eten en veel brood eten, kan dat eigenlijk een combinatie zijn die je systeem eigenlijk lastig vindt en waarbij dat die straks ook de spijsvertering helemaal plat gaat leggen, waardoor dat er eigenlijk ook meer pijnklachten gaan ontstaan. Daarnaast zijn die eiwitmoleculen die wat lijken op allergenen, zoals stel je bent allergisch voor huisstofmijt of je bent allergisch voor pollen of andere grassen bijvoorbeeld, dan gaat je zien dat als er zoals koemelk, tarwe, een rauwe groente en fruit, komt je die dingen ook wel tegen, dan gaat je lichaam daar al ineens een reactie op doen. En eiwitten, dat zijn net de dingen die je lichaam, zeg maar, triggeren voor een ontsteking. Als we al ergens een ontsteking op gaan aanmaken, dan doen we dat op de eiwitten. Dat is altijd zo. Dus in dat opzicht is het wel interessant. Ja, mensen zeggen van, ja, maar ja, inderdaad, ik heb wel eens last van mijn buik en ik ben lactosevrije melk aan het drinken. En dat gaat me eigenlijk wel net wel wat beter af. Dat is goed, de suiker is eruit, dus de darmflora wordt door die suikers al iets minder geprikkeld. Maar als we blijven ontstekingen maken, dan komen ze waarschijnlijk vanuit de eiwitten. Daarmee zit je niet allergisch voor koeienmelk of kazen, of niet allergisch voor gluten, maar meerder, het vindt het wat zwaar verteerbaar. Heb je misschien genoeg met één keer per dag iets van zuivel en van brood te gebruiken, in plaats van 2 of 3 keer in de dag waar iets van tarwe in zit. Dus het gaat niet over allergieën, maar eerder om, hoe kan ik hem nog verteren, hè? Dus dat een beetje uit te zoeken hoe dat het lijkt. Maar dat geeft dus wel die ontstekingen makkelijker. Overaanbod aan vezels, dat had ik al een beetje uitgelegd. Het is vaak die hoeveelheid wat niet in balans zit. En dat geeft eigenlijk heel veel werk in die darmen. En dan kunnen die darmcelletjes niet meer volgen. En dan zeggen die ook van, kijk, geef mij gewoon een soepje, denken die dan. En dan gaat het mij veel gemakkelijker. Heb ik ook de vitamine. Maar dan gaat het mij iets makkelijker. Te koude of te pikante voeding. Je gaat hier in de 2 richtingen denken. Het is of veel te koud, dan 37 graden. Of veel te pittig, dan die 37 graden. En dan, als je dat vaak doet, dan gaat je systemen over prikkeling zetten. Dat is hetgeen wat wij eigenlijk zwaar noemen in vertering. En dan eigenlijk alles wat snelle suikers en zoetstoffen zijn. Ook de zero in cola bijvoorbeeld. Hè. Ook dat is heel zwaar verteerbaar, omdat je lichaam daar niks mee kan. Dus dat moet allemaal verwerkt worden. Dus die vindt dat heel ongemakkelijk. Additieve processed food, dat is ook wel een interessante.
kort onderzoekje heb ik daarvoor voor uitgezocht. Ga ik zo meteen laten zien. Maar dat bewerkt voedsel, dat is eigenlijk alles wat je kant en klaar gaat halen. En ook hier kun je weer een onderscheid gaan maken, hè, tussen zelf koken, ten opzichte van wat je bij de traiteur haalt, ten opzichte van wat koop je echt gewoon in een kant en klaar pakje in de supermarkt. Dus daar kun je eigenlijk nog heel veel kanten mee opgaan. Fastfood, dat zegt het zelf een beetje, hè. Overaanbod aan van alles en nog wat. Iets waar het lichaam eigenlijk niks mee kan, maar dat hij geen ingrediënt mee terugkrijgt. Dat helpen is op dat moment om je lichaam te verbeteren, hè, naar pijnklachten toe. Er is een onderzoekje geweest, klein weliswaar, maar wat ze hebben gedaan is 2 weekjes... heel erg bewerkt voedsel gegeven. En 2 weken moesten die mensen gewoon heel natuurlijk gaan eten. Dus ze hadden dan wel gekeken naar de samenstelling. Het was telkens zoveel koolhydraten, vetten, eiwitten. In beide gevallen hetzelfde gedaan. Maar de ene was ultra-processed food en de andere was gewoon de basisnutriënt. Zeg maar echt gezakte de groenten liggen, gezakte aardappelen liggen. En ze mochten eten zoveel dat ze op konden. Ze gingen kijken naar lichaamssamenstelling. Ze hadden het bloedbeeld bekeken en ze gingen beeldvorming maken van botten en lever. Het frappante wat eruit kwam was dat men eigenlijk zag dat de groep die telkens 2 weken aan een stuk bewerkt voedsel had gegeten, dat die tot 500 calorieën per dag meer gingen eten, dat die dus ook meer zucht hadden naar meer eten, terwijl het eigenlijk helemaal niet nodig was. Maar vermoedelijk zoekt het lichaam dan wel voedingsstof, maar krijgt het dat dan toch niet. En uiteindelijk zag men wel dat ook de groep was die ging bijkomen in gewicht, waarbij de andere groep echt ging dalen in gewicht. Dus ook hier, om maar aan te geven, hoe meer onnodige dingen er in voeding zitten, hoe moeilijker het is om een goed voedingspatroon dan aan te houden. Dat zie je daar echt wel in terugkomen in deze studie. Ja. Schakelen noem ik dat dan wel eens. Hè? Van, gaat je van het supportieve, van het ondersteunen terug naar het genezende en van daaruit terug naar preventie kunnen gaan? Goh, ideaal gezien, in de ideale wereld zou dat eigenlijk wel heel tof kunnen zijn, mochten we daarmee kunnen werken. En het mooie is dat artsen steeds meer openstaan voor het voedingsstuk. Dat het wel breder gaat als... Hey, we hebben hier reuma vastgesteld en daarvoor hebben die en die en die medicatie. Gelukkig zijn er al ondertussen medici die meedenken in het stuk van dingen kunnen ook echt wel anders. Ik ga dat even concreet maken, hè. Wat is dan wel verteerbare voeding? Wat maakt uw darmcellen eigenlijk blij? Wel eigenlijk hoe puurder, hoe beter. Hè? Ga eens kijken naar wat kan ik eigenlijk gewoon puur eten zonder dat er te veel bereiding aan is. Hoe groot is mijn dier? Als het gaat over kleine dieren, als we gaan kijken naar zuivel, geiten en schapen, dat zijn kleine dieren die ook minder grote moleculen hebben, waar dat het lichaam ook minder snel op zal reageren. Het blijft zuivel. Het is nog altijd iets wat makkelijker tot ontstekingen zal leiden. Maar als het al een kleiner dier is, is het dan minder intens om te verwerken. Binnen de graanproducten zou je eens kunnen nadenken van wat kan anders dan tarwe? Kan ik misschien 's morgens de boterham vervangen door een boekweitspannenkoek of door een havermoutpap? Ben ik misschien eigenlijk wel een soepfan en vind ik soep 's morgens eigenlijk wel heel erg lekker? Ja, de sky is the limit, en mensen, dat is iets wat allemaal kan. En ga eens na wat voor u misschien wel ook gewoon een lekker alternatief zou kunnen zijn. Je kunt ook voldoende vezels binnenkrijgen op heel veel andere manieren dan alleen maar via salades en via fruit. Je kunt ook eens gaan kijken naar linzen, kikkererwten, bonen, noten, zaden, pitten, noem maar op. Je kunt eigenlijk op heel veel manieren toch aan die vezels geraken. Wat ik dan benoem met thermisneutraler voeding en drank. Goh, eigenlijk... Als je al gaat kijken naar hoe drinkt je meestal, is dat uit 4 graden uit de frigo of drinkt je op kamertemperatuur, wat nog altijd 20 graden kouder is als je lichaam, of gaat je zeggen van ik vind een thee eigenlijk wel lekker, ik kan daar eigenlijk wel mee aan de slag. Dus dat soort zaken, dat maakt het systeem het wel iets makkelijker. Sowieso, de snelle suikers, die zoetstoffen, processed food, al dat soort dingen, dat moet zeker een keer kunnen, hè. Dat mag ook.
maar weet wel wanneer dat je dat doet. Ik denk dat het niet verstandig is wanneer dat je lichaam aan het vechten is met een opstoot, dat het dan interessant is om dan veel extra verteerwerk te gaan geven, dat je het dan best een beetje rustiger houdt. Variëren in alles, niks moet, maar varieer zoveel mogelijk in dat stuk. En als we gaan kijken naar dat stuk verteerbare voeding, dat komt ook allemaal terug in onze voedingsdriehoek. Ik vertel niks nieuws, ik verzin ook niks. Dit zijn allemaal zaken die gewoon opgeschreven staan, maar die ik gewoon heel erg kritisch bekijk. En waarvan ik zeg van, ja, maar dingen kunnen ook gewoon anders. Moet je niet zo de appel eten, mocht je die appel ook bakken, hè? Mocht je die peer ook stoven, mocht je ook blauwe bijtjes meekoken in je havermoutpap, moet je dat helemaal niet koud eten. Als je merkt dat je daar beter mee bent van dat warmer te maken. Dus in dat opzicht zijn dat zaken die algemeen al verteld worden over voeding. Nu, one size does not fit all. Het is niet voor iedereen allemaal hetzelfde, maar dit is een uitgangspunt. Het geeft ook weer een handvat om te kijken naar wat kan voeding voor u betekenen. Ik heb er een beslissingsboompje rondgemaakt. Ik vond het wel interessant om eens even te helpen in de beslissingen. Is het een gezonde keuze? Hè? Ik denk dat heel veel mensen die beslissing al kunnen nemen, dan kunnen al zeggen ja of nee. Dan kunt je nog gaan kijken van, hey, kan ik het verteren, ja of nee? En dan kan ik het wel of niet pakken. En als je dan zegt van, het is geen gezonde keuze, ja, dan kunt je nog afvragen. Hoe is de frequentie, hoe vaak eet ik dit en wat is mijn routine hierin? Als dat niet vaak gebeurt, ja, waarom dan niet een keertje? Of is het een gezonde keuze en kan ik het niet verteren of moeilijk verteren? Ook daar weer, ja kijk, misschien moet je het dan bekopen met een dag wat minder goed te zijn, maar dat je zegt van, ach ja kijk, voor een keer, we zijn met de vrienden of met de familie weg. Ook hier weer kunt je die vragen stellen. Het gaat erom, de dingen die je elke dag doet, die hebben het grootste effect op het hele ziektebeeld rond uw daginvulling. Dus ik denk dat misschien wel een interessant stukje is om mee te nemen. En dat het ook oké is om af en toe een keer iets te permitteren. Maar dat er mogelijk wel dan dat je iets meer last gaat hebben, dat je dat weet. Dan wil ik nog twee dingetjes vertellen over hoe dat je merkt of iets zwaar verteert of niet zwaar verteert. De snelle symptomen van een zware vertering merk je vooral op wanneer dat je meer moe gaat zijn na het eten. Of dat je meer nood hebt aan zoet na het eten, omdat dat dan helpt te verteren. Wanneer dat je fysiek gewoon last hebt van iets in je spijsverteringsstelsel, maag, darmen, poeren, ik noem maar op, winderigheid zit daar ook tussen. Je stoelgang, zoals ik het er straks liet zien, als dat afwijkend is, als je slaap niet goed is, hoofdpijn, niezen, loopneus, je algemeen zwaar voelen, futloos voelen, koude handen, voeten hebben, of algemeen koud gevoel, kouwelijk zijn, of een koude buik hebben, dat zijn eigenlijk snelle symptomen van die zware vertering. En wanneer we op langere termijn gaan kijken, dan is eigenlijk ondergewicht of overgewicht toch wel een symptoom dat ontstaat na langdurig last hebben van een moeilijkere spijsvertering. Prikkelbare darmen zitten daarin. Ook die huidklachten gaan dan komen. Psoriasis, eczeem, ook heel vaak gerelateerd aan rheumatische aandoening. Omdat dat systeem het kan het niet meer kwijt. Het kan het niet meer oplossen en via de stoelgang verwijderen. Maar ook zaken als migraine en slaap zit daar dan weer verder tussen. Allergieën, die terugkerende ontstekingen heb ik weer even aangeduid. Het zit daar toch weer tussen. En uiteindelijk, wat je ook ziet gebeuren, is initieel iemand die kouwelijk is van aard, die dan evolueert naar eigenlijk wat we noemen hyperthermie, naar ik heb het veel te warm, dat eigenlijk naar voren komt. Dan komen we dadelijk bij het stukje van Wim Hof. Ik kan hem misschien hier al een beetje uitleggen, wat we eigenlijk zien bij het principe van Wim Hof. Wat hij daar gaat doen is eigenlijk een soort van een disbalans creëren in het lichaam, waardoor dat eigenlijk je systeem gaat denken, die moet eigenlijk sneller gaan reageren op zaken. Dus eigenlijk gaan we hiermee stimuleren dat er een goede bloeddoorstroming gaat zijn. Door initieel heel koud te gaan, gaat je lichaam activeren om terug tot een normale temperatuur te komen. Dus dat maakt dat de koude therapie, zoals Wim Hof hem voorschrijft, er eigenlijk voor zorgt dat je veel sneller terug tot 37 graden kunt komen, omdat je eigenlijk het zodanig koud maakt op een weliswaar begeleide manier, hè, want je gaat dat wel met ademhaling moeten gaan reguleren. Je gaat zuurstof
door uw ademhaling brengen naar alle plekken in het lichaam, waardoor dat uw lichaam goed voorzien is van zuurstof overal, waardoor dat de schok van koude die er dan komt, eigenlijk zodanig even een samentrekking gaat geven, waardoor dat alle systemen geactiveerd worden, zodat die 37 graden zich terug kan, uw thermostaat zich eigenlijk terug herstelt, zeg maar. En natuurlijk, als we bij 37 graden goed zitten, dan is je lichaam in staat om virussen buiten te houden, is je lichaam in staat om ontstekingen verder op te lossen, want dan heeft hij daar de kracht voor. Dus op die manier gaat dat heel veel zaken eigenlijk op een goede manier activeren. Dus dat is misschien wel eentje die hier kan op aansluiten. Maar alsnog, als je voeding niet aanpast, kun je heel veel Wim Hof technieken gaan toepassen, maar je gaat je immuniteit daarmee ook niet alleen verbeteren. Het is eigenlijk een geheel van alles. Daarin kom ik een beetje tot mijn laatste dia eigenlijk. Als ik het wel samen mag vatten in het stukje, het is een chronische aandoening en dat vraagt een beetje chronisch optimisme. Het is altijd een beetje zoeken naar oké, wat maakt mijn dag gewoon goed? En die vragenlijst van positieve gezondheid, die kan u helpen om uzelf daarin centraal te zetten. Van oké, goed, vandaag heeft mijn reuma een minder goede dag, maar ik heb wel leuke momenten beleefd, omdat ik goed heb kunnen inzetten op die of die domeinen. Dat merk ik dan wel. Misschien dat het op die manier wel kan. Ja, nog gewoon eens optimisme, dat is nodig, omdat je gaat altijd moeten kijken naar wat heb ik nu anders gedaan, waar heb ik last van. Die voedselverteerbaarheid blijft een heel ongeschreven stuk op dit moment. Daar wordt nog te weinig mee gedaan en ik hoop hiermee wel wat bereik te hebben kunnen geven, zodat je bij jezelf eens kunt gaan kijken van oké, waar kan ik zelf nog op inzetten om die 37 graden zo goed mogelijk te kunnen waarborgen. En als we dan gaan kijken binnen reuma en reumatische aandoeningen, dat vraagt eigenlijk om een goede verteerbaarheid en liefst warm voedsel. Behalve als die opstoot er is natuurlijk, hè, want dan willen we het een beetje afkoelen, maar het moet wel goed verteerbaar blijven natuurlijk. In een uurtje is het altijd weinig, ik kan er uren over vertellen hoor, maar ik heb geprobeerd het hier in een uurtje mee samen te vatten. En ik hoop dat het wat helderheid heeft kunnen brengen in het idee rond wat je met voeding allemaal kunt binnen reuma. Ik kan niet direct kant-en-klare oplossingen bieden, ik kan wel aanbrengen waar dat er mogelijkheden in zitten. Dus ik ben benieuwd of het dat ook wel heeft mogen bereiken en of er vragen zijn daar rond. Waarschijnlijk wel, zou ik denken. Of misschien was het heel duidelijk. En dan, laat maar eens komen, zou ik zeggen. Oeh, dankjewel, Kirsten. Dat was een hele brok. Ja, te veel misschien. Nee, absoluut. Het was boeiend, zeker wel. Okay. Ik heb inderdaad een paar vragen binnengekregen via de chat. En aan de mensen die aan het deelnemen zijn en vragen hebben, aarzel niet om die te typen in de chat en dan pakken we ze mee op. Mm-hmm. Alvast een bedankje voor de uitleg van de warmte, of wat was de koude therapie. Ja. Dus dat was al in orde. En dan... iemand die vraagt, moet je dan in het begin je temperatuur regelmatig meten? En is het dan anders 's morgens dan 's avonds? Moet je dat anders doen? Je kunt je temperatuur... Ja, ik denk vooral belangrijk is... Ik ga dat even anders samenvatten. Belangrijk is, als je meet, meet altijd op dezelfde manier. Net zoals mensen op de weegschaal gaan staan. Doe dat altijd in dezelfde routine. Dat is vooral, denk ik, het belangrijkste. En het moet vooral een indicatie geven. Als je op een gegeven moment merkt van, mijn temperatuur is altijd wat lager. En achter x aantal maanden gaat je nog eens op een minimeter. En je denkt van, ik ga nog eens een tijdje bijhouden. Maar ik heb de indruk dat hem al een beetje hoger ligt. Dan zou dat goed kunnen zijn dat je het op die manier merkt. Ik weet niet of het zinvol is om elke dag een temperatuur te meten, maar eerder gelijk een weegschaal te gebruiken, af en toe eens als controlemomentje gebruiken. Ik zelf doe daar weinig mee. Ik ga eerder af op hoe dat stoelgang zich vormt, hoe dat urine zich vormt, eerder dat stukje. Mm-hmm. Oké. Okay. Dan is er ook iemand die vraagt, zijn er manieren om ervoor te zorgen dat de toxische medicatie die nodig is om reumatische aandoeningen te behandelen, toch sneller uitgescheiden kan worden? Ja, dat is heel zeker
Ja, weet je, we kunnen ook niet zonder de medicatie natuurlijk. Dus dat is een beetje zo dat schipperen. De lever werkt s'nachts het hardste voor het lichaam om het eigenlijk allemaal goed te zuiveren. Dus het allerbeste wat iemand kan doen, gezonde situatie of medicatie gebruikend, in elk geval is het belangrijk om in de ochtend, wanneer je opstaat, al meteen 1, 2 glazen water, warm water of iets van thee te drinken, zodat eigenlijk het uitscheidingsorgaan, zeg maar, gestimuleerd wordt, dat je makkelijker naar het groot toilet gaat, gemakkelijker kunt gaan plassen, dat eigenlijk alles wat verzameld is van afvalstoffen zo snel mogelijk het lichaam kan verlaten. Ja, dat kan niet zo moeilijk zijn, hè, 's morgens een tas thee om de dag te Ja, beginnen. ik vind dat niet zo moeilijk, maar ik kan mij voorstellen, en ik hoor ook wel vaak terug van mensen, dat dat niet altijd een evidentie is, omdat je dat niet gewoond bent. En dat is een beetje zoeken naar routine. Dus kleine, kleine stapjes, kleine dingetjes ineens aanpassen. Ja. Dan vraagt nog iemand: wat denkt u van intermittent fasting? Ja, de intermittent fasting is eigenlijk een manier om je lichaam wat minder hard te laten werken in spijsvertering. Nu, je hebt er twee soorten in. Je hebt één soort dat 's morgens al vroeg start, dat je 's morgens al begint te eten, maar dat je eigenlijk op tijd al 's avonds stopt met eten. Dus eigenlijk rond een uur of 4, 5, hooguit 6 uur 's avonds stoppen met eten. Dat is eigenlijk een heel goede manier van intermittent fasting. Dan gaat je eigenlijk maar op een aantal momenten in de dag jezelf voedsel toekennen, waardoor je lichaam kan gaan verteren. Je hebt ook het systeem dat 's middags pas begint met eten en dat 's avonds later in de avond pas stopt met eten. Maar als ik kijk naar de hormoonhuishouding, zie je dat eigenlijk overdag de spijsverteringshormonen vooral aan het werk zijn en dat tegen de avond aan uw slaaphormonen al beginnen. Dus wanneer dat we 's avonds later eten, is het minder interessant voor een goede nachtrust en naar ontstekingen toe. Is het eigenlijk interessanter als je intermittent fasting doet, dat je dat best de vroege sessie doet, zeg maar, ergens tussen 's morgens 8 uur en laten we zeggen 5, 6 uur 's avonds. En dat je dan stopt met eten en dan heb je alsnog 14 uur dat je niet hoeft te eten, waarbij je lichaam zich kan zuiveren. Ook daar zal die lever zich dan wel kunnen zetten en kan die echt alles wel zuiveren wat die nodig heeft. Dus op zich niet slecht, maar ik ben geen voorstander van de middagversie, zeg maar. Ja, maar ze zeggen toch ook altijd dat het ontbijt het belangrijkste de belangrijkste maal van de dag is, hè? Ja, dat is eigenlijk ook zo. Ja. Dan nog een vraagje, maar ik weet niet of dat iets voor u is. Ik denk dat dat meer toch iets is voor een arts. Maar goed, ik ga ze zeker stellen. Qua medicatie zal elke reumatoloog starten met de standaard medicatie methotrexaat. En dat is voor mensen met reumatoïde artritis. Maar er zijn ook biologicals. Maar wat is nu het beste? De methotrexaat, is die even goed of even slecht als de biologicals? Dat is misschien voor u Ja, een moeilijke. dat is voor dokters. Dat is medicamenten, daar ga ik me niet mee moeien. Nee, ik dacht al zoiets. Goed, over methotrexaat en over biologische medicatie staat er ook heel veel informatie op onze website. Dus misschien een tip voor de persoon die de vraag stelt om daar ook even te gaan kijken. Dan, dat heb ik gehad, temperatuur. En mag je dagelijks iets innemen voor je darmflora? Ja, dat mag heel zeker. Belangrijk is dat je een goed supplement kiest. En hoe weet je of het een goed supplement is? Vaak weet je dan de prijs al. De dingen in het kruidvat aan een paar euro, dat gaat vaak niet heel veel doen. Maar zowel bij de apotheek als dingen als een Medimarkt bijvoorbeeld, daar hebben ze wel echt van grotere firma's goede supplementen die je zeker kunt gebruiken. Moet je dat altijd gebruiken? Goh, wanneer dat je merkt dat je spijsvertering goed zit, lijkt me dat zeker niet zinvol om dat extra erbij te doen. Heb je net een antibiotica-kuur gehad of voelt je algemeen dat je spijsvertering niet optimaal is, dan is het interessant om eens een kuur te doen en nooit volledig achter elkaar. En ik adviseer ook meestal als je een probiotica-kuur doet voor je darmflora, laat er daarna ook altijd minstens een maand, 6 weken tussen om te kijken wat het met je doet. En als je dan opnieuw iets wilt pakken, neem ook eens van een andere firma. Omdat ze daar ook weer andere families gaan insteken. Dat je altijd vanuit verschillende kanten aanbod krijgt. Dus nooit bij één merk alleen blijven. Ik denk dat dat een heel belangrijk advies is daarin. Ja, Ja. en ook niet continu blijven nemen dan. Ja. Ja. Goed, als je lever 's nachts werkt, is het dan beter om je medicatie 's avonds of 's morgens te nemen?
Dat hangt er vanaf wat de medicatie met jou wil doen. Hier staat methotrexaat en cortisone. Het zal waarschijnlijk inderdaad van de medicatie afhangen. Hè? Ik denk dat die vooral u overdag comfort willen bieden. Dus ik denk dat het dan ook zinvol is om dat overdag te nemen. Maar wat je dan kunt doen, is uw lever wel helpen om 's nachts goed te kunnen zuiveren door overdag uw voeding in die zin lichter te houden, waardoor uw lever 's nachts de afvalstoffen van die medicamenten wel sneller kan verwerken. En dat dat ook sneller uw lichaam kan verlaten. Maar het heeft een functie, hè, waarom dat je iets 's morgens of 's avonds neemt natuurlijk. Hè. Ja, en er zijn nog andere bijwerkingen natuurlijk. Hè. Bijvoorbeeld bij cortisone, daar kan je soms een onrustig gevoel van krijgen. En dan is dat niet verstandig om dat s'avonds te nemen. Ja, klopt. Ja. Helpt gemberthee om te zuiveren? Ja, deels wel. Deels wel, maar wanneer je het niet mocht gebruiken. Gember is een lastige, omdat je... Dat is voor een stuk zuiverend, maar wanneer dat je lichaam in een opstoot zit en echt met ontstekingen zit op dat moment, dan is het eigenlijk niet de bedoeling dat je dan veel gember gaat gebruiken. Want gember gaat eigenlijk heel veel warmte opwekken en als je al in een ontsteking zit, wil je niet nog extra warmte hebben. Dus in rustige periodes zeker te adviseren, want dat helpt je darmflora goed te werken. Maar op het moment dat je echt in een ontsteking zit en daar ook last van hebt, dan zou ik eigenlijk niet adviseren om veel gember te gebruiken. Want dan gaat het nog langer duren, zeg maar. Ja. Dan in Oosterse geneeskunde raden ze zuren af. Is kefir dan goed voor je darmflora of moet je dat ook aanzien als een zuur en dan slecht? Ja, nee. Kefir mocht je rekenen onder de probiotica, omdat die eigenlijk de eiwitten van zuivel gaan fermenteren, waardoor die eigenlijk voeding geven aan je darmflora. Dus kefir is hier wel een uitzondering. Ja. Zuren vermijden is vooral in de zin van citroen, citrusvruchten, wat hebben we zo nog, tomaat. Dat zijn eerder die zuren wat je best vermijdt. Dan wel het iets verzuurdere melkproduct door de kefir. Ja. Okay. En dan is er nog iemand, nog iemand die eventjes terugkomt op de cortisone. Het is inderdaad volgens de artsen beter om de cortisone zo vroeg mogelijk op de ochtend te nemen. En zodat je ook meer in je normale ritme van de cortisoneproductie zit. Hè. Dat klopt inderdaad. Dan u spreekt over warmte via voeding. Maar wat met warmte van buitenuit, bijvoorbeeld een infraroodcabine, heeft dat ook een invloed? Zeker, dat kan ook echt helpen om die onderliggende structuren goed warm te maken. En zeker als je merkt dat je goed reageert op infrarood, wil dat zeggen dat je met warme voeding of met thermisch gezien warme eigenschappen in voeding eigenlijk heel, heel groot bereik gaat kunnen hebben. Want dat wil zeggen dat je interne systemen echt koud zijn en dat die eigenlijk gewoon pijn doen van de kou. Dus als je deugd hebt van een infraroodcabine, dan gaat je ook zeker deugd hebben van warme voeding. Ik denk dat ik er dan ongeveer ben. Ik ga nog eens heel eventjes kijken. Mochten er nog vragen zijn, dan mogen die zeker nog binnenkomen. Dat hebben we gehad. Ik denk dat ik een beetje rond ben. Er komt er toch nog eentje binnen. Hè. Welke voeding is goed om de nevenwerkingen van cortisone te verminderen? Want gewichtstoename is er bijvoorbeeld al eentje van. Ja, ja. Weet ik uit ondervinding. Ja, goh, ik wil dan misschien niet direct op voeding reflecteren, maar eerder op hoeveel kunt je drinken op een dag. Ik denk dat hier vooral belangrijk is dat je goed kunt zuiveren. Dus voldoende drinken en vocht mag op verschillende manieren. Dat mag water zijn, dat mag thee zijn, dat mag soep zijn. Je mocht alles optellen, maar dat je eigenlijk veel kunt gaan plassen. Eigenlijk moet je zoveel mogelijk je systeem zuiver houden. En dat is het. Nou, het moment dat er veel afvalstoffen van je medicamenten blijven hangen, heb je ook veel goesting om te gaan eten. Omdat je lichaam wil eigenlijk gewoon zorgen dat hier van alles weggeraakt. Dus je probeert op alle manieren afvalstoffen te maken, zodat je maar naar het toilet kunt en dergelijke. Vooral veel drinken. Mm-hmm. Okay. Ja.
Welk supplement moet je nemen als je cortisone aan het afbouwen bent? Om te zien dat je bijnieren zelf terug alles in handen nemen. Dat is ook een beetje richting medische. Dus ja. Het is zo dat je de cortisone niet van de ene op de andere dag mag afbouwen. Hè? Dat, of ja, opzetten. En is ook. En supplementen, dat is echt van persoon tot persoon. Dan moet je echt gewoon goed de situatie kennen van iemand voordat je supplement. Want heel vaak gaan mensen supplementen pakken terwijl het niet eens de juiste is of nodig is. Of, dus supplementen, dat is echt iets heel specifiek. Dat, daar ga ik geen algemeen antwoord op geven. Nee. Ja, we eens even raad vragen. Dan, Een van de deelnemers is alleszins heel blij met al wat ze hoort hier. Hè? Thanks, ze eet altijd warm en zit veel in de infraroodcabine. Dus, ja. Dus dat is plezant om te horen. Dan vraagt er nog iemand, een tomaat is dus misschien niet altijd even goed, maar wat met warme tomaten als je ze kookt? Ja, kookt of stoven of in de oven klaarmaken, dat gaat ook de zuren al een beetje minder intens maken. Dus het gaat, dat kan zeker, en we kunnen ons hier ook de vraag stellen, wat ik daar straks ook bij die beslissingsboom had gezegd, hoe vaak eet je het? Wat is de frequentie? Als je een keer in de week iets met tomaten eet of één keer in de 2 weken dat alles klaarmaakt, dat is een verschil met alle dagen tomaatjes snijden en dat bij je lunch opeten bijvoorbeeld. Dus hier mocht je echt, je mocht gerust een tomatje eten, maar ik denk dat je niet moet overdrijven daarin. En afhankelijk van hoe is je systeem vandaag? Heb je vandaag veel last? Ja, dan zou ik zeker geen tomaten eten. Ja. Dus dan moet je zelf een beetje leren en wat aanvoelen, hè? Ja. Ja. Dan vraagt er nog iemand wat met het FODMAP-dieet. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Ik hoop die wel. Jazeker. FODMAP is eigenlijk een dieet. FODMAP, dat zijn eigenlijk allemaal de afkortingen van verschillende stofjes die in voeding kunnen zitten. Dat is een heel intens en uitgebreid dieet. Typisch westers, omdat men daar wetenschappelijke dingen aan vastgehangen heeft. Maar als ik eigenlijk ga kijken naar wat het dieet inhoudt, gaat men eigenlijk heel veel pijlen richten op verschillende zaken die mogelijk last kunnen geven in de darmen. Waarbij ik vanuit mijn oosterse kijk eigenlijk al direct dat kan schuiven en zeggen van oké, goed, is uw probleem te koud of is uw probleem te warm? En dan gaan we vanzelf wel uitkomen bij de lettertjes die daarin zitten. Dus ik kan me eigenlijk al direct minder zwaar maken, het FODMAP-dieet. Maar het kan wel voor mensen die daar graag wat informatie over willen, het gaat zeker wel in de richting kunnen zetten. Maar je gaat veel moeten aan de kant laten. Ik vind het een heel zwaar dieet om dragen, zeg maar, om te doen. Maar goed, ik realiseer me ook wel dat er weinig diëtisten zijn, of ja, eigenlijk geen diëtisten zijn die de achtergrond hebben zoals ik hem heb. Dus je bent eigenlijk genoodzaakt om soms wel vanuit FODMAP te gaan denken en iets meer te gaan ondervinden. Dus ja, FODMAP is zeker eentje die ondersteuning biedt, omdat je hiermee ook verplicht wordt om heel puur te gaan eten en warm te gaan eten. Eigenlijk is dat een beetje de conclusie. Ja. Het is toch altijd wel belangrijk om de dingen te kunnen volhouden, hè? Ja, daarom. Ja, en ik vind het dan lastig om dan te gaan. Om dan direct ineens 7, 8 grote groepen te gaan weglaten. Terwijl ik dan zoiets heb van, ja, maar ja, als we weten dat het vanuit te koud of te warm is. Ja, kijk, als we van daaruit kunnen gaan redeneren, dan gaat je ineens zoveel simpelere dingen kunnen doen. En dan gaan we het wel hebben over volhouden. Dan is het wel te doen. Ja, ja. Dan vraagt er nog iemand, de microgolf is niet zo goed, maar wat met de soepmakermachine? Dat is een beetje hetzelfde als koken in een pot. Ja, absoluut. Ja, ik ben fan van de soepmaker, omdat die eigenlijk onder hoge druk de groente gaat klaarstomen eigenlijk. Hè. Je hebt dan de groente, die gaat die eigenlijk klaarstomen, waardoor die op korte tijd zijn vitamine veel beter gaat kunnen behouden. Het wordt dan ook inderdaad wel gemixt of niet gemixt, wat je wilt. Maar soepmaker is zeker een heel goede optie om snel en gezond te koken. Ja. Ja. Ik ga nog één vraagje stellen die nog binnenkomt en dan gaan we stilaan afsluiten. Als u spreekt over koud en warm, volgt u dan ook de Ayurvedische technieken? Die zijn minder bewezen, hè. Dus ik ken ze wel, maar er hangt minder evidentie aan vast. Maar dat komt een beetje in dezelfde richting wel, zeker. Ja, dus als mensen daar wat in...
in onderlegd zijn, mocht je daar zeker mee verder gaan. Maar er is iets minder wetenschappelijke evidentie onder. En daarmee dat ik hem niet direct toepas. Sommige zaken wel, maar niet binnen Burma eigenlijk. En dan ja, toch nog eentje om af te sluiten. Koolhydraatarm dieet, dit is dus een goed dieet voor mensen met reumatoïde artritis dan? Of dat is misschien ook een beetje net te specifiek? Nee, want koolhydraatarm, dat is direct heel groot. Dan gaat je direct een heel grote groep weglaten. Maar er is niks mis met rijst. Er is niks mis met een linzenpasta. Er is niks mis met een aardappel. Maar als we veel tarwe gaan eten, wat in brood zit, wat in een gewone pasta zit bijvoorbeeld. Als we daar een overvloed van geven, ja, dan gaat u... rheumatoïde artritis echt wel ambetant beginnen worden. Dus als je je tarwe algemeen wat kunt verminderen, dat is wel iets anders dan koolhydraatarm eten. Dus ik vind koolhydraatarm heel erg kort door de bocht, maar ga eens kijken naar andere alternatieven dan tarwe, bijvoorbeeld. Oké. Iemand zegt bijvoorbeeld dat haverspaghetti ook een goede oplossing is. Bijvoorbeeld, ja. Ja, zeker. Oké, prima. Ik denk, zoals je zei, Kirsten, daarnet, van ja, je kan hier uren over praten. Hè? Ik denk dat zeker kan. En ik zie in de chat dat de mensen ook heel tevreden zijn, heel blij zijn met de presentatie die we zo net hebben gehoord. Dank u. Er vraagt zelfs iemand of u een praktijk hebt in Oostende. Ik heb daar zelf geen praktijk, maar ik werk wel samen met een acupuncturist die daar zit. Dus ja, dat wel heel zeker. En ik kom daar af en toe, een paar keer per jaar zit ik daar wel. Oké. Ja. Kirsten, heel erg bedankt voor je presentatie. En, graag gedaan. Ja, ik sta terug. Ja, het was zeer boeiend, heel leerrijk. En ik denk dat we er zeker mee aan de slag kunnen. Fijn, dan is het doel bereikt. Ja, absoluut. Goed. En dan kijk ik nog heel eventjes terug naar de slides. Ik wil jullie allemaal, alle deelnemers, bedanken voor jullie aanwezigheid vandaag en ook voor de vele vragen die er nog gekomen zijn. En ik wil jullie graag herinneren aan de volgende webinar. Die is voor maandag 12 december om 19:30 s'avonds. Noteer zeker het uur, want het wijkt een beetje af van wat we normaal hebben op een avond. Dus om 19:30 s'avonds, remissie bij reumatische aandoeningen. We hebben dokter Jan Leenaerts op zoek samen met de reumaverpleegkundige Tanny Pries. En het wordt echt een discussiepresentatie of een discussiewebinar. Dus we hebben zeker en vast ook jullie inbreng nodig. Voilà, en dan rest mij alleen nog jullie nog een prettige dag te wensen. Tot de volgende keer. Dag.